Eerste trap af voor de aftrap. Zo zit dat in Venlo. Wat heeft het lang geduurd voor Utrecht? 194 dagen zitten er tussen deze dag en de dag waarop Utrecht voor het laatst speelde in een officiële wedstrijd. Natuurlijk, er is geoefend, er is zelfs goed geoefend. Tegen AZ, Heerenveen en PEC. En iets minder tegen Ajax. Maar dit is waar het om gaat. Dit is op het Eggy. Ik vind het wel mooi dat John van der Brom en zijn kameraden zich hebben uitgesproken voor wat ze willen dit seizoen. Een aanval op de top 3. Nou, dan kunnen ze meteen vandaag aan de bak. Aanval op de koploper. VVV. Kwam in de eredivisiegeschiedenis van VVV. Het was twee keer voor dat de ploeg de eerste twee wedstrijden van het seizoen wist te winnen. Dat was in 56-57, dat weet u nog wel natuurlijk. En 2017-2018. Geen wijzigingen bij VVV. Never change a winning team. Elia heeft plezier. En met Elia hebben ook andere wisselspelers. Zien daar ook Emmanuelsson zitten. De nodige lol. Elia weet het mooi te vertellen. Maher, Gustafsson en Van Overeem zijn de mannen op het middenveld. Ramselaar, Mahi en Kerk. Ramselaar vanaf de linkerkant. Maar die zal dat iets anders invullen dan Koen Moulijn vroeg. Na 194 dagen is Utrecht weer aan officieel eredivisie voetbal gestart. Paas. Daar bijna de bal kwijt na die voorzet van John. Hij terug na langdurige blessure. Hups. Ja, dat moet je niet op de doellijn doen dit. Maar meteen al in zo'n eerste ronde bewijst zich een brede selectie. Dan zit je daar maar hier neer, of dan Mao niet kan. VVV, Huppers wijst weer en komt eraan. En het is 1-0 voor VVV in de achtste minuut. Guus Huppers, man die het meest bekritiseerd werd in die toch glorieus gewonnen wedstrijd. Doet wat je moet doen in zo'n geval. Antwoorden met een doelpunt. Goed naar de eerste paal gekomen. Dat deed hij een paar minuten geleden ook al. En het lijkt erop alsof de koning en Driessen zeggen, nou, zie je wel, zo hadden we dat een beetje doorzien. Kerk neemt een beetje afstand en kan dan de snelheid gebruiken. En Gustafsson met een goede trap. Een beetje geluk komt VVV daar uit de problemen. Over Kiesbaum heen en bijna daar de 1-1. Mahi. Goed balletje van Ramselaar. En Mahi met het hoofd. Dit is een aardige poging. Bal van de lijn gehaald. Lag ook nog wel de doelman. Dat is inderdaad, Mahi. De bal weghaalt en het inzet van Schmitz was. Kluiber, Kerk, is sterk. Ramselaar en weer iemand die de bal van de lijn haalt. Dat is Joshua John die daar op de lijn de redding bracht. Maher, Kerk. Laag en hard gegeven, Mahi. Maher, Kerk. Ja, dan moet het met links. Koen met het hoofd. Kiersbaum, daarom in het luchtledig. Hoekschop dus weer voor Utrecht. Kiersbaum blijft staan. Hoogma, dat wel, maar naast. Ja, je kunt iedereen persoonlijk bedienen met 1300 man. Meegenomen van Overeem, dat zou wel kunnen worden. Goed afgegeven, Mahi, die wordt ook goed verdedigd. Die voor de eerste keer de goede ingreep van Christian Koen. En dus is het halverwege 1-0 voor VVV, al vroeg in de wedstrijd gemaakt.
verrassing voor Post in dit geval. Dat was in de eerste helft ook al een keer. Met zo'n situatie dat VVV daar de bal nog goed kreeg. Van Kooi. Dat is een goede bal. Huppert staat weer in de buurt. En ook Giacomakis. Maar Utrecht komt eruit. Huppert wel voor Paas, maar hij krijgt de bal niet in het doel. Kerk. Kluiber, Kerk. Dat is aardig. Nu. Balletje er net even achter. Paasje van Ramselaar. Smoort. VVV komt er niet uit. Van Overeem. Kluiber. Kerk. Goed gedraaid. Mahi, Kluiber. Het is 1-1. Ja, een langlopende aanval van Utrecht. Keurig afgerond door Shine Kluiber. In de 58ste minuut. Goeie treffer van Utrecht. De eerste van het seizoen. Die komt op naam van Shine Kluiber. Vorig seizoen goed voor 4 doelpunten. Kluiber zet het hier zelf op. Kerk. Mahi, goed. Doorgelopen Kluiber die dat prima doet met links meenemen en dan met rechts bal langs de doelman tikken. Dat is een prima treffer van Utrecht. Maar ja, Kerk, bal kwijt. Maar Van Kooi komt ook niet aan uitverdediger toe, omdat Kerk daar toch weer een voetje tegen zich aan zetten. Maar hè, mooie bal. Gustafsson. Warmerdam. En weer Mahi nu vrij, maar die heeft iets te veel tijd nodig. Te veel ruzie met de bal. Huppert, die wordt dadelijk vervangen door Tristan Dekker. En Kerk eruit bij FC Utrecht. En daar komt Arzani voor, man van Manchester City. Maher. Wat laag daar bij de eerste paal. Gustafsson opzij gezet. Door Koen. Gustafsson die dan de overtreding maakt op Koen. Voordeel geeft Dieperink aan. Maar ja. Met zoveel mensen is VVV niet voorin. Maar ze hebben nog steeds de bal. Dekker. Pacionik. Met de mee teruggekeerde Mahi. Er is niemand op het veld die verzaakt. Iedereen geeft alles. Verdedigers vallen aan. Aanvallers verdedigen mee. Er is niks op aan te merken. Lindhorst gaat raken die bal maar half. En dit was niet te waardig geprobeerd. Hier vallen Dekker. Hier is het overzicht. Paas maar half en half weggewerkt. En dan Dekker. Maar bij Paas bijna het doel eruit loopt. Hier. Oh, wat een uitstekende reflex van Kiesbaum. Maar hier die de bal onder de lat komt. Nadat Ramselaar de bal doorkomt. Kiesbaum. Prima reflex. Gustafsson. Kluiber. Goed doorgelopen. Wel achter geweest. Nee, dan wordt dit toch wel de treffer. Van Overeem ook niet. Schiet het tegen Koeman. Eerst Mahi tegen Kiesbaum en dan Van Overeem van heel dichtbij tegen Koem. Hoe lang blijft dat nog goed gaan voor VVV? Geen treffer vandaag. Wel een assist. Jaffa Arias dus zijn vervanger. Ramselaar, Gustafsson gaat neer, Post, Ramselaar, daar is Gustafsson weer op tijd op de been en de goede voorzet, Mahi en dan weer Koen. Hij kan zo mooi moedeloos kijken, Mimoun Mahi. Elia voor Mahi. En Boussaïd, dus voor Van Overeem. Kluiber. Arzani, omdat Schmitz ernaast had. Er zijn er veel van Utrecht daar voor het doel. Arzani
En weer ontsnapt VVV aan de tweede tegentreffer. Gustafsson. En dan. Gustafsson. Elias zet het lichaam er dan goed tussen. Krijgt een vrije trap mee. Slim gedaan. Kiesbal. Ja, er zat wel een soort van effect in. Mag je toch vanuit gaan. Vanaf deze kant wat lastig te zien. Hij wel geel. Komt er nog wat voor Utrecht? De officiële speeltijd gedaan. En als VVV dan de bal heeft, zal Dieperink, denk ik, een en ander afsluiten. Ja, dat doet hij. En ik ga ze bij VVV nog verontwaardigd kijken ook, want we hebben de bal naar voren toe. Ja, dat is wel een godspe. Kijk, Post ook nog eens. Hey, we gingen er naar voren. Ja. We gingen even de beslissende aanval maken. Elia met Dieperink. Ik weet niet wat dat allemaal is, maar dat getuigt niet van erg veel respect. Maar dat is maar een observatie vanaf de zijkant. Maar hij kreeg geel wegens mekkeren. En voegde hem nog wat toe. De koning zal blij zijn met dat puntje. Want ondanks die frisse en vrolijke en fruitige start via Hupperts zat er na de mooie gelijkmaker van Kluiber niet meer in dan verdedigen.